Mensen, ik ben besmet. Jezus, het is echt niet normaal. Het is echt niet goed. Het ziet... Oh, het ziet er niet goed uit voor mij. Ik heb het coronavirus. Je bent zo'n vuile... Ik hoor je dan ook weer, je zit op je kamer op te nemen en dan hoor ik je in jezelf lachen. Ik denk, wat komt er? Ik sta voor te wetten. Ik wacht wel eventjes 5 seconden. Ik wil het kwijt lang even. Dan weet je al, oh, hij is een nieuwe video. Hoe zijn mensen bij jou geabonneerd? Hoe kan dat nou? Ja, en hoe ben je nog niet geabonneerd? Abonneer nu! Mensen, Jezus. Het is zover. Blijf bij mijn buurt, alsjeblieft. Oh, oh, oh. Er gaan allemaal mensen dood om het coronavirus. En ik maak er grappen over. Het spijt me. Dus voor de mensen die niet weten wat er gebeurd is, is een virus. En het heet coronavirus. En corona betekent kroon in Latijn. Oké, als ik dit niet goed heb, moet je het even zeggen. En dat is zo genoemd, maar dat lijkt op een kroon. En ja, dit virus lijkt op een kroon. Maar in ieder geval, dat is heel besmettelijk. En dan gaan mensen dood. Maar eigenlijk alleen mensen die eigenlijk al bijna dood zijn. Volgens mij. En als het in Nederland komt, dan ben ik waarschijnlijk eerst die het krijgen. Want dat is pure karma. Jawel, lekkere karma. Lekkere karma. In ieder geval heb ik een team heen gemaakt. Ik heb Rip. Rip gewoon. Van Rip, weet je wel. 2K. 2K voor Rippard. En mond. Oh nee, niet mond corona. Mond kappie. Oh my god. Mond kappie. 7K. Jongens, ik stop echt coins in met die. Ik zat laatst af te vragen, weet je wel. Want ik woon dus in Casa del Hut samen met de 3 anderen. En die hebben alle 3 een team, jongen, op FIFA. Dat is niet normaal. En mijn team is slecht. Ik heb nog steeds hetzelfde team dat ik 5 maanden geleden had. Toen was FIFA nog niet uit. Nee, 3 maanden geleden had. Nou, voor de rest heb ik een team met Job gevuld met Chinezen. Dus dat is top. Dat is zo kut. Geen 1 Chinees erin. Geen 1. Maar hiermee gaan we een potje spelen. Ik denk echt dat dit helemaal goed gaat komen. Voor de mensen die zich afvragen, cool, ik ga trouwens hem er wel inzetten. Ik ga het team wel een beetje aanpassen. Anders is het echt slecht. Anders ga ik nooit winnen. Ik wil toch wel graag weer een keer een potje winnen. Zou ik fijn vinden. Ik vind ook wel dat het mag. Nu heb ik een beetje chemistry in ieder geval. Ik zou trouwens mondkapje er wel in houden. Dat is leuk. Mondkapje en Rip blijven erin. Heb ik alleen een andere. Ja, dat kan wel. Ja. Mensen, heb je nog geen duimpje omhoog aan deze video? Doe dan zeker. Kan je beneden. Like deze video of anders krijg ik coronavirus. Ja, dat is niet heel aardig, maar wel waar. Ik zou het risico niet lopen. Dus heb ik zo ook met die corona, maar ook echt op 3 chemis. Die is sowieso slecht. Dat heeft hij ook. Hij heeft goede stats en dan -4 alles. -4. Oh. Ja, laten we maar een potje gaan zoeken. Oh, dat was snel. Ongelooflijk. Oh, ik kom tegen dit team met de 3 icons. Die allemaal waarschijnlijk... Nee, want Van der Sar is niet in een SBC pack, want dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, hè. Nee, dat kan lekker niet. Aardig team, niet heel goed. Hij heeft ook Werner op CM. Wat ga je daarmee doen? Wat ga je daarmee doen? Ik las dus laatst, ik had in Mattis 4 had ik mijn 5 euro kapot gescheurd. Want ja, geld boeit me gereed. En toen zeiden mensen dat is strafbaar om geld te scheuren. Verscheuren. En toen dacht ik van hè. Dus ik onderduik voor de IBA hash die me op kon zoeken. In ieder geval, ik dus opzoeken. En het bleek dus dat er in landen inderdaad zo is dat je geld niet mag verscheuren. Wat een onzin. Ik mag het lekker zelf doen wat ik mijn geld doe. Jongen, als stop ik het in mijn reet, kan jullie het schelen. Kijk, het zou even vervelend zijn als Bill Gates het zou doen. Maar als hij die zoveel geld heeft, dat dan heel veel geld ineens weg is. Maar ja, ze drukken het toch weer bij. Dus boeien. Dikke vette boeien. Ik vraag me dus af, zou dit het hele coronavirus, zeg maar, zou dat positief of negatief zijn voor het drankje corona. Dat is wat ik me afvraag. Iedereen heeft het over corona. Iedereen legt zeg maar wel die link. Maar het is wel van... We zijn vast. Ik weet zeker dat er mensen op de wereld zijn die oprecht denken dat het coronavirus met corona te maken heeft. Die zijn er 100%. Oh, Nakajima. Nakajima. Ah! Bijna Nakajima de super... Oh mijn god. Steven. Nakajima wordt... geraakt door het coronavirus. Het zou echt heel triest. Oh, panna! Pannaatje, jawel. Lekker pannaatje. Niks meer. Scheidzie. Corona, ga maar diep, jongen. Corona, ga maar diep, jongen. Corona, Rippard, goede bal, jongen. Ah, de AK verkeerde kant op. Hier baal ik van. Sliding. Ja, lekker, lekker MLP. Ja. Goed. Rippard. Het aanspelpunt in de spits. Fantastisch gedaan. Goed gedaan. Lekker. Balletje door op Rippard. Lekker. Balletje terug. Balletje door op Rip. Ah, die gast met zijn haar tussen. Die mambababoe. 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 Stel je voor, de wereld wordt uitgeroeid door het virus corona. Dat zou wel echt een meme zijn. Hè? Beter als op zoek naar premium memes over het coronavirus. Volg me dan op Instagram. Mijn Instagram is Koen. Er staat ook op mijn profiel staat een hoogtepunt met premium memes. En dan kan je daar kan je goed leuke memes bekijken. Trouwens, ik denk, ik heb nog helemaal geen mop bedacht voor vandaag. Daar moet ik nog even over nadenken. Oh, ik heb er alleen. Dat ging snel. Nee, dit deed ik niet goed. Maar hij ook niet, dat is mooi. Wegkoppen. Ah, kom er gewoon niet weg. Kom er gewoon niet weg. Dan kan Promes de bal erin koppen. Promes! Hoe vaak wint zo'n speler een kopduel van een link... Ah, ik had ook wel Nagatomo als linksback. Die is ook echt slecht natuurlijk. En rechtsbenig. Ook een linksback is nou rechtsbenig. Ja, waarschijnlijk jij die aan het kijken bent. Maar het komt gewoon omdat je er gereed van kan. Kom mensen. Koen. Ben creator ook linksback? Nee. Ik sta rechtsback. Oftewel de sterspelerpositie. Gods. Ruts. Ja, hij heeft een beste oké verdediging. Als in, hij heeft wel oké spelers. En die spelers van mij, ze hebben allemaal zo weinig chemistry. Dat is zo jammer. Ik vind het echt jammer, hè. Je baal ik echt. Je ziet me misschien met balen? Ja, ik zag het al. Echt verdrietig! Nee, net zoals ik hier geen tegenkom heb. Want hij doet iedere keer hetzelfde. En ik trap er gewoon alsnog in. Ah, goed ertussen. Lekker.
Ik sta gewoon achter. Ik sta echt neer. Boefman. Kapitje, mondkapitje. Mbappé. Mbappé schiet bam goal. Tuurlijk, geen enkel probleem. Als je gewoon even die rust houdt, jongens. Even houd nou die rust. Yo! Nee. Is echt niet leuk meer. Zelfs als Harris zeggen dan elkaar het lachen. Dat kan echt niet. Set your mind free. It's the year of summer. Oh, Yoshida. Lekker man. Super Chinees. Zie hem gaan. Nagatomo. Jawel. Wat een aanval. Kap. Oh, Raph, zou hij vliegen? Hij vloog. Het is Meja. Oh, nee. Ja, die gaat de Gnabry niet missen, denk ik. Ah, toch wel. Hij mist gewoon wel. Oh, Nakajima. Nee, wat doe je? Je bent toch rechts, of niet dan? Hey Siri, Nakajima. Zoekt hij op Lekker Jima? Nee, dat zeg ik niet. Trouwens, voor alle mensen die Siri hebben en waar net Siri afging. Sorry daarvoor. Om jullie tegemoet te komen, zou ik ook even zeggen. Hey Google! Ja, gewoon dat de mensen hun Google ook aangaan. Hey Google, abonneer op DNPNL op YouTube. Nou, voor de mensen die zowel geen Siri als Google hebben. Hey mam! Set your mind free. It's the year of summer. Wat denk jij nou, joh? Oké, easy. Hey broer, we staan nu op winnen, dus ik ga even winnen nu. Oh, Nakajima. Goed, Nakajima. You're the man! Ah nee, je bent een kloot Chinees. Ik wilde eigenlijk Son nog kopen, mensen, voor je team. Maar ik had te weinig coins. Mensen, de vraag is, ga ik met dit dramatische team een potje Division Rivals winnen? Of gaan we toch nog even die Big Doll... de Big L pakken natuurlijk. En ja, dat is inderdaad het geval. In de 87e minuut worden we alsnog genakt. Je denkt, is het mogelijk? Het antwoord is ja. Knal! Oh, het is slecht schot, Corona! Je bent ziek zeker! Corona, Rippard, lekker. Rippard terugleggen. Naar voren, sluit hij af. Corona terug, goed. Op MLP, MLP schiet, ah! Rippard! Nee! Wel goed getimed, wel dan. Oh, ik mag nog een keer. En boom! 2-2, lekker! Op 94e minuut, zo 2 minuten erbij hebben. Yo! Ah, ik deed het gewoon weer. Oh mijn god. Hallo, gaan we afsluiten, dank u wel. Jongens, eerste puntjes in de pocket. Jawel, ik zit in divisie 6 trouwens. Hey, divisie 5 mensen. Plus 2 vaardigheidspuntjes. Ja. Niks mis mee. Zelfs waarschijnlijk gewoon 70% van jullie is gewoon beter dan dat ik ben. Waarschijnlijk jij die nu kijkt is beter. Er zit een hogere divisie dan dat ik zit. En dan zijn er ook nog een paar. En die kunnen er echt geen reet van. Die hebben gewoon een serieus team en die bakken er niks van. Hey, trouwens, het is tijd voor een andere spits. Maar ik zit even te denken aan een spits die mijn team naar het next level kan brengen. Ja, ik heb er een gevonden. De Almighty Inzaghi. Jawel. Nou, nu moet het echt helemaal goed komen. Het kan niet anders dat het nu goed komt. Het moet goed komen. Kan niet anders. Het moet nu goed komen. Oké. Hij heeft dit team. Hij heeft 4 aanvallers. Memphis, CDM. Oké. Kan je doen. Kan je ook zeker niet doen. Nou, hij doet het wel. Set your mind. Nee, kap nou. It's the hero. Nee. Summer. Nakajima sterk. Op Inzaghi. En is die bal gelijk alweer kwijt. Want die vent is echt zo ongelooflijk slecht. Het is gewoon echt. Eigenlijk zou je gewoon Inzaghi moeten kopen. Als je gewoon even denkt van. Die 10k tags die ik verlies daarna op hem te verkopen. Als hij ooit nog verkoopt. Dan kan ik niet voor dat iemand anders hem koopt. Eigenlijk zou je hem een keertje moeten kopen. En gewoon even een potje moeten spelen. Of even 2 potjes moeten spelen. Want die vent is. Zie je, keeper. Die vent is namelijk zo ongelooflijk slecht. Maar echt op een level dat je gewoon niet gelooft dat hij zo slecht kan zijn. De onzin. Inzaghi sterk, jongen. Balletje erop, Inzaghi. Sterk. Balletje door. Oh mijn god. Mondiaal. Mondiaal. Ah. Daar is hij door. Net heen. Zo hard. Hij heeft wel wit haar. Ja, die zag ik al gaan. Ah nee, tweede paal. Keeper. Lekker. Jongen, echt. Die Chinees is echt goed, man. Bij mij op goal. Hij is zeker nog niet besmet. Ik had in de vorige video gevraagd of mensen wisten wat znoen betekende. Of hoe je het uitspreekt. Weet ik veel. Nou, ik heb denk ik 150 verschillende betekenissen van znoen te zien gekregen. Dus ik heb nog steeds geen flauw idee wat het betekent. Goeie bal. Nakajima gaan. Nee, oh, wat slecht. Wat ongelooflijk slecht. Oh, goed. Inzaghi. Die vent is zo slecht. Oh, mijn god. Ja, ik doe het ook niet goed, hoor. Maar het ding is ook, als je met spelen aan de bal, dan word je gewoon onzeker. Dan ga je gewoon denken van, oh, ik heb een klein piemeltje en zo. Het slaat er nergens op. Chip. Oh, ja. Nee, niet Memphis. Oh, ik word niet goed. Frenkie scoort ook. Assist van Memphis. Ah, 3-0. Ik krijg een jantje tegen. Dat is niet normaal. Tweede helft, jongens. Mijn helft. Ah, nee. Trap ik er eentje neer. Ik krijg een penalty tegen. Dat was niet zijn bedoeling. Ik ben deze tweede helft echt beter. Maar hij heeft gewoon weer een doelpunt straks. En ik niet. I know it. Ga maar. En hij schiet hem echt perfect binnen. Corona. Goed. Nee, niet goed. Hij beweegt zijn verdedigers ook gewoon niet. Oh, Pipo. Ja! Hoppakeetje. De comeback, jongens. De comeback is daar.
Ik krijg een pingel. Ja, natuurlijk. Helemaal niks mis mee. Er kan natuurlijk maar één man die pingel nemen. Ja. Nee, dat is zeker niet Lala. Dat is natuurlijk geen vloed corona. En die gaat die bal toch ontiegelijk hard binnenschieten. Oh, nee, ik kan dit niet. Ik wilde met de kruising en toen kreeg ik stress. Oh, nee. Mensen hebben verloren. Helaas, dikke pauperkaas. Ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Die tweede pot ging niet heel lekker. Die eerste pot daarentegen, dat was dan best wel oké nog. Ook niet echt goed. Zijn we gedegradeerd naar divisie 6? Dat is de vraag, daar gaan we nu achter komen. Spanning is uit. Nee, ik wil die enquête niet. We zitten nog steeds in 5. Oké, mensen bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. Later. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Kom BTC, niet voor later een verdubbel in. Oké, mensen, de mop van vandaag. Er komt een man bij de kruidvat. En die wil condooms kopen. En dan zegt die vrouw, wil je er een zakje bij? Zegt die man, ja, doe maar. Ze is best lelijk. Ah,